Stijn Kuil, Lars van der Haken, Lars van Keulen, Antoine Blankers, Menno Moes en Harm Milders. En vier bierrijders na de halve finale. Dus jongens, die vierde plek die telt. Evenals nummer 1, 2 en 3. En nummer 1 op dit moment is Harm Smulders. Harm wordt gevolgd door 484, Lars van der Haken. En Wijngoed, sorry Peter. Teun Tuvidenster, ik kan van den Brink. Eigen klas, 9 jaar, 4 rijders rechtstreeks naar de finale. Daarvan kunnen het zijn Teun Kiewiet, Corné Hoogwakker, Björn Kakter en Jasper Kaasjagers, die op dit moment nummer 1, 2, 3 en 4 zijn. Maar Aybeke komt daar, PP Bijvoet, die zal met de messen en die zal straks zijn beste voor moeten hebben, wil hij nog in de finale geraken. Dames van 10 en 11 jaar, Anke Jacob, Femke van Leuven, Lieke Maas, Demi van Bergen, Sanne Hollenbakker en Michelle Lavonder. Even kijken, dus Gilder Nelsen 3 maal, Luna 2 maal en Amazon 1 maal. 3 maal is Geestrecht, 399, Michelle Lavonder op dit moment aan de leiding. En in haar kielzak heeft zij een collega rijster uit Gilder Nelsen. Alleen laat die zich nu even het kappenbrood eten, want die op dit moment op de vierde plek liggen. Maar is dat volgens mij, ja, die op dit moment de tweede plek neemt. Groot en Anja Jacobs is de nummer 3. Niels Verstappen, Dylan Tessler, Kevin Woede en Romano Brok. Kevin Woede, die hier aan de leiding gaat voor de man Tiel Dip Postumus. Romano Brok op dit moment op een derde plek en Niels Verstappen op een vierde plek. Hier worden alleen mandjes gereden vandaag. Dat wil zeggen dat degene die nu niet nummer 1, 2 en 3 zijn, dat zijn Dylan Postumus, Kevin van Uden en Romano Brok, de mannen zijn die de prijs mee naar huis mogen nemen. Jonathan Moore, Wesley Eindhoven, Joost Schuster, Robin Dirks, Boyd Koemans en Matthijs van Ouden. Vier en de schaduw naar de finale. Vier rijden door een eigen klas, 13 jaar zijn er. Even kijken aan de lijnen gaat met stap naar 114, Jonathan Moore. Jonathan Moore wordt uitgevoerd door Wesley Eindhoven. Hoe is Schuster op dit moment op de derde plek? En dan zijn er ook Boyd Koelmans of Matthijs ten Houten die op dit moment een vierde, belangrijke vierde plek. Dat is Matthijs ten Houten op dit moment op een vierde positie, terwijl Jonathan Moore zijn positie heeft moeten afstaan aan Wesley Eindhoven. De nummers zijn binnen. Bartel Olin, Wesley van Bergen, Frank Dollevoet, Sam de La Fuente, Dylan de Meuren. Van Chelsea Broekmeulen in hun eigen klasse, 12 en 13 jaar van deze dame. Alleen maar voor Raymond, Ramon Willemsen en Joyce van den Burg. Vier rijden vier naar de halve finale. Leslie van Verhoeven, Wolf Botterman, Stefan Wellens, Shannon Broekmeulen, Sam Groenendaal en Jane Reak. Hier werd wederom gesproken. Vier rijden naar de halve finale. Leslie Verhoeven en de dame uit Keldermalsen, Shannon Broekmeulen. Arjen Grunsen, Randy Reak. Arjen Grunsen weer aan de leiding voor Randy Reak en voor Dylan van Doesburg. Op een vierde plek zien we hier de rijder uit Nieuwland. Tim Boeien die hiermee een plek in de halve finale kan bemachtigen. Op zijn vierde plek. Dan de Broekmeulen, Maarten van Wijk, Martin Maas, Tom van den Brier, van Linter, Frank de Stegen, Roen Bouw, de Zon van den Heuvel. Op een derde positie, maar heel dik bij hem. Is dat in het Nationaal Trico Frank Verstegen. Martin Maas zit daar weer heel dichtbij. Dan wordt er een gaatje geslagen. Wienbouwers, Moet Lossen, evenals een Maarten van Wijk en Lambert. Wat ik denk, ik ben blij. Even kijken, wie komt daar naar beneden gesommeerd? Het staat nummer 467, is dat Milan de Haas. Die voor de superklasse. De superklasse wil gaan proberen te winnen. En dan hebben we niet verstappen op de vierde plek. Waar Toegel er net nog netjes bij zat, moet hij nu heel hard knokken om de vierde plek te bemachtigen. Zij aan de ene laatste bocht en nog steeds zij aan zijn.
Heeft u een zin? Ja! Doe! Een klein verschilletje gemaakt. Tegen de net wat gisteren die laatste bocht en daar net een paar trapjes extra zit en zich in dat een pandje kan vermoorden en tot de vierde plek gemaakt. Put van Ossum in Eindhoven, Jari de Laat, Jari de Haas en Jure van der Haag. Ook superklasse 4 en 5 jaar, ook hier gaan 4 rijden naar halve finale. Maar zien. Wij hebben hier. Lekker cruise, jongen. Een Chamé van Eindhoven. Oh, Chamé Eindhoven. Sorry, op de eerste plek. Jari de Laat op dit moment. Jari de Haas op nummer 3. En dat laat Puk van de Os op de vijfde plek. En Jurgen van der Haas dus. Vuur gelijk behoud. Terwijl de superklasse doorgaat met de leeftijdsklasse 6 en 7 jaar, ook hier 4 rijders naar de halve finale. Felix op de superkerstje, Tim van Doorn, Jenny Brink, Tom van Boekstoorn, Lodert Rik van der Paak. Alleen wat hier ineens eigenlijk overgeweegd, die 13. Even kijken, hoe moet het dan af? Jenny Brink aan de leiding, Rik van der Aal op een tweede plek en dan... Kan dat zomaar Tim van Doorn of Felix Otten zijn die daar op dit moment de derde plek in houdt? Felix Otten op dit moment de derde plek. En het kan zo zal dat dan zijn Don van Boksen op een vierde positie op dit moment. Alweer het Nationaal Trico naar voren, dat moet dan zijn Max van Winter die daar toch zijn plekje pakt. Voor Justin Takkop die op dit moment de tweede plek heeft. De stad schreef op 4-5 Antoine Blankers wordt gevolgd door Jochem van Aardbeek. Deze direct zou die door kunnen gaan naar de halve finale. Waar heb ik dat ook de man uit toe? Zich daarmee wil gaan we met Mike Drent. Met startnummer 158 moet een gaatje laten. Nummers 1, 2, 3, 4. Die eventueel bij een maximale 1, 2, 3, 4 voor de eerste 3 mensen door kunnen gaan naar de halve finale. De pijl, Stefanos, Kaspar Langer door, Ben van den Hoek, Tigo de Waal en Kevin. Kollenburg, een valpartijtje, denk ik. Hier, hoor. De man uit Amersfoort, dan moet Kaspar Brangenzoon zijn, die op dit moment de val komt en dus nu een laatste plaats. Ik hoop dat hij snel genoeg bent. Ja, fiets niet in orde. Terwijl we aan de leiding gaan. De twee rijders uit Nederland. Deze takker is verstappen af van Tim van Rechter, Leen van Hecht, Koen de Wit en Tim Woonsvins. 7 rijders op weg naar een plek in de halve finale. Met aan de leiding uit Milan. Met startnummer 409. Chris Verstappen op dit moment aan de leiding. Levi van Hecht een tweede plek. Tim Woonsvins op een derde plek. En hier een paar hardwerkende mannen. Terwijl op een derde plek zien we inderdaad Tim Goos is nog steeds. Chris Verstappen nog steeds aan de lijn. Zuiveraard naar deze halve finale willen. Hier ben ik Björk Takker, Nijzer Avermelenhoofs, Jordi Vaterbokwits en Lars van den Haag. 439 is Nijzer Erb. Nijzer Erb gaat op dit moment aan de leiding. En kijk, dan hebben we met vrouw uit de Gelderlandse tussen zitten. En dat zal dan zijn met startnummer 43. De derde en de vierde plek kan daar nog iets gebeuren. Ook deze rijden zijn waarschijnlijk zeker voor de halve finale. Terwijl u al kijkt naar de superklas als de 9-jarige doorgekette Kevin van de Burg, Britt Koermans, Westergenoord. Waar een Poison Doorn gaat aan de leiding. Ruivendoorn, die neemt de leiding voor Kevin van den Burg. En voor Boris van Gessen, die op dit moment op een derde plek zit. De man uit Tiel, Sven van Baal, die heeft op dit moment die vierde plek. Die hem de halve finale kan schenken. Maar Britt Koeman zit daar behoorlijk dichtbij. Evenals Wessel van Holland. Die gaat
gaan kijken of ze hier nog iets aan kunnen doen. Terwijl de voeren aan het stuiven wordt geweest. Zijn er in de stad voor u Henry Jansi als per kaasijs. Er is dan wel een groep in de verbindse. Met zijn verrechter in Lenders tegen en Harry Kloer van Kruis. Aanleiding Lenders tegen. Lenders tegen en Isa en Dinter. Die rijden vooraan naar de 121 Martijn van Rechteren en de man uit Amazon Kaasjager Jasper. Die zitten daar op de vierde plek. Op dit moment Kaas, Jasper Kaasjager. Worden jullie afgewisseld? Glenn van Bergen, Niels Verstappen, Roman van Teugel, Maro Brok, Ilias El Angutti, Pindalfi en Pieter Schip met Wigge Plek de Bank. Naar het aannemen. Hilde Galkarië, vaste verwachte, Koen Dollevoet en Roman van Brok. Op dit moment de nummers 1 en 2. Niels Verstappen op een derde plek, waar Glenn van Bergen keurig op een vierde plaats. Maar die geplakte band van Pieter Schip. Kan hem die op een vierde plek of letteren? Ik bedoel ze wel. Ik raak altijd zo overstuur als Jan de Wit, dik bij mijn venster, dan moet ik heel wat niet acclimatiseren en zo. 461 Michael van Leijssel en Sanne Hoewater of Michelle Lappel, denk ik. Joey van de Kamp, Gusten Eindhoven, Jason Will, Anja Jacobs, Kevin Boelenama van Eindhoven en Kevin van Dappen. Max van Eindhoven. Jawel. Max van Eindhoven aan de leiding voor dus van Eindhoven en voor Tommy van de Kamp op de nummer 4. Op dit moment de plek kan betekenen aan het kanaal zit Jason Will. Is het nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Anja Jacobs aan tegen. Die zit op een hele mooie vijfde plek. Die net niet genoeg zou zijn. Ze zou alle hands aan dat moeten hebben om de nummer 4 Jason Will te pakken te nemen. Tom de Lok en de Wesley van de Halen verhaal zit nu vijfde met John van den Heuvel en Lambert. John van den Heuvel helemaal niet hoor, dus dat er vijf doen dan. Maar ik kan wel niet aan het stellen, dat is de tijd. Sorry jongens, ik heb jullie echt zin om op gate. Nu krijgen we niet haar eigen dan een grens van Steven Hallertel. Dat is voor de kant gekozen. En dan hebben we de leider op dit moment. Ja, dat is dat wel de benieuwd. En dan Stefan Wellen, die wordt achtergevonden door Arjan van Grins. Ben Willem van Doesburg op een vierde plek. Frank Verstegen tussen al dit jong geweld. Ook een hele keurige vierde plek die hem een plaats in de halve finale kan opleveren. Waar de nummer 18 Daniel van der Heijden en de laatste rijder uit Nederland, Ruud Herijgers, helaas de boot missen. Ja, nou, de race 13.